Aan de orde zijn de stemmingen over moties ingediend bij het debat over het faillissement van de IJsselmeer ziekenhuizen en het Slotervaartziekenhuis. En voordat we gaan stemmen, geef ik eerst mevrouw Van den Berg namens het CDA het woord. Ja. Voorzitter, dank u wel. We hebben een hele kleine wijziging in motie nummer 10. Was dat bij ons? Dat ging 124. En dat is verzoek de regering daarbij tevens in kaart te brengen welke ziekenhuis zorg in plaats van ziekenhuizen. En dan natuurlijk ook heeft in plaats van hebben. En in de laatste alinea niet het voor die regio benodigde zorgnetwerk, maar de voor die regio benodigde zorg. Gaat de Kamer ermee akkoord dat we nu over de gewijzigde motie van mevrouw Van den Berg stemmen? Dat is het geval. Dan gaan we nu stemmen. Maar voordat we gaan stemmen, geef ik eerst mevrouw Sazias namens 50PLUS het woord voor een stemverklaring. Voorzitter, 50PLUS vond het moeilijk, heeft gewikt en gewogen. Maar voor de fractie van 50PLUS is het feit dat tenminste twee patiënten in levensgevaar zijn gebracht door de snelle sluiting van de ziekenhuizen doorslaggevend. En wij verwijten deze minister gebrek aan regie en daadkracht voor en na dit faillissement. En daarom zullen we motie 117 steunen. Dank u wel. Dan gaan we nu stemmen. 31.016 nummer 115, AGEMA over het bewerkstelligen dat de IJsselmeer ziekenhuizen open blijven. Wie is voor deze motie? SP, Partij van de Arbeid, GroenLinks, Partij voor de Dieren, DENK, 50PLUS, SGP, PVV, Forum voor Democratie, verworpen. 116, AGEMA over een parlementair onderzoek naar de ziekenhuiszorg. SP, Partij van de Arbeid, GroenLinks, Partij voor de Dieren, DENK, 50PLUS, SGP, PVV, Forum voor Democratie, verworpen. 117. AGEMA Wilders over het opzeggen van het vertrouwen in de minister voor Medische Zorg. SP, Partij voor de Dieren, DENK, 50PLUS, PVV, Forum voor Democratie, verworpen. 118. Marijnissen over een volwaardige doorstart van het MC Slotervaart. SP, Partij van de Arbeid, GroenLinks, Partij voor de Dieren, DENK, 50PLUS, PVV, Forum voor Democratie, verworpen. 119. Marijnissen over een volwaardige doorstart van de IJsselmeer ziekenhuizen. SP, Partij van de Arbeid, GroenLinks, Partij voor de Dieren, DENK, 50PLUS, SGP, PVV, Forum voor Democratie, verworpen. 132. De gewijzigde motie Kuzu CS over een early warning systeem. SP, Partij van de Arbeid, GroenLinks, Partij voor de Dieren, DENK, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV, Forum voor Democratie. Deze motie is met algemene stemmen aangenomen. 121. Kuzu over zorgverzekeraars wettelijk verplichten dreigende financiële problemen te melden bij de NZA. SP, Partij van de Arbeid, GroenLinks, Partij voor de Dieren, DENK, 50PLUS, SGP, PVV, Forum voor Democratie, verworpen. 122. Kuzu over bevoegdheden voor de IGJ en de NZA. SP, Partij van de Arbeid, GroenLinks, Partij voor de Dieren, DENK, 50PLUS, PVV, Forum voor Democratie, verworpen. 123. Arnon Rutte, CS, over een diepgaand onderzoek naar de beide faillissementen. SP, Partij van de Arbeid, GroenLinks, Partij voor de Dieren, DENK, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV, Forum voor Democratie. Deze motie is met algemene stemmen aangenomen. 124. De gewijzigde motie van den Berg Segers over het per regio in kaart brengen van de zorgbeelden. Partij van de Arbeid, GroenLinks, Partij voor de Dieren, DENK, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, Forum voor Democratie. Aangenomen. 125. Van den Berg CS over instandhouden van spoedeisende hulp en een voorziening voor acute verloskunde in de regio Lelystad. SP, Partij van de Arbeid, GroenLinks, Partij voor de Dieren, DENK, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV, Forum voor Democratie. Deze motie is met algemene stemmen aangenomen. 126. Bloemen CS over een visie op het garanderen van een goede spreiding van zorg.
SP, Partij van de Arbeid, GroenLinks, Partij voor de Dieren, Denk, 50PLUS, SGP, Forum voor Democratie, verworpen, 127. Zeger, CS, over onderzoeken welke vormen van tweedelijnszorg noodzakelijk zijn in Flevoland. SP, Partij van de Arbeid, GroenLinks, Partij voor de Dieren, Denk, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, Forum voor Democratie, aangenomen, 128. Ellemeet, CS, over het aanstellen van een bewindvoerder in een ziekenhuis in geval van wanbestuur. SP, Partij van de Arbeid, GroenLinks, Partij voor de Dieren, Denk, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV, Forum voor Democratie. Deze motie is met algemene stemmen aangenomen. 129. Ellemeet, CS, over een crisisfonds voor financiering van een verantwoorde overgangsfase in geval van faillissement. SP, Partij van de Arbeid, GroenLinks, Partij voor de Dieren, Denk, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV, Forum voor Democratie. Deze motie is ook met algemene stemmen aangenomen. 130. Ellemeet, over hoofdelijk aansprakelijk stellen van ziekenhuisbestuurders in geval van onbehoorlijk bestuur. SP, Partij van de Arbeid, GroenLinks, Partij voor de Dieren, Denk, 50PLUS, PVV, verworpen. 131. Sazias van Brenk over een diepgaande evaluatie van de marktwerking in ons zorgstelsel. SP, Partij van de Arbeid, GroenLinks, Partij voor de Dieren, Denk, 50PLUS, PVV, verworpen. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van de stemmingen. Ik schors de vergadering voor enkele ogenblikken. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst.